Hele goedemorgen, welkom bij RTL Z Voorbeurs. Wij kijken naar dingen waarvan wij denken dat ze interessant zijn voor beleggers. Wij kijken met Hans de Geus en met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Goedemorgen, jongens. Gisteravond kwam het bericht over Galapagos dat na 22 jaar topman Onno van der Stolpen zijn lier aan de wil gehangen. Zijn vertrek was onvermijdelijk, had hij eerder al aangegeven in een interview. Nu moet er gezocht worden naar een nieuwe topman, extern. Koen, Galapagos was lange tijd een lievertje van beleggers. En Onno van der Stolpen was het boegbeeld. En had veel contact met aandeelhouders. En nu gaat hij weg. Ja. Het einde van een mooie rit tot ruim een jaar geleden, waarin natuurlijk eigenlijk de teleurstellingen zich begonnen op te stapelen voor Van der Stolpen. En hij gaf toen ook al aan in interviews in februari, na die grote tegenvallers, ja, mijn tijd zal wel een keer komen. Toen noemde hij nog een 2022 als mogelijk jaar. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, het komt toch nog vrij snel. Ook nog geen naam van een opvolger genoemd. Dus ja, misschien dat de druk na die tweede kwartaalcijfers toch wel wat te hoog werd. Hans, hoe kijk jij naar dit koningsdrama? Ja, ik vind dat moeilijk in te schatten. Hij heeft natuurlijk 3 keer pech gehad, zegt hij zelf. Hè. Het laatste middel was tegen longziekte. Ziritaxestat, wat dan afgekeurd was. Ja, daar gingen mensen aan dood. Ja, dat kan je niet op de markt brengen natuurlijk. Maar ja, je kan misschien ook zeggen dat hij altijd wel jegens aandeelhouders of potentiële aandeelhouders wel erg enthousiast is geweest. En misschien te enthousiast. Ik begrijp het ook wel hoor. Als ik dat zelf zou doen, dan zou ik ook denken dat ik alleen maar winnaars in mijn handen heb en dat uitdragen. Misschien heeft dat hem opgebroken. Ja, ik begrijp wel dat het voor het vertrouwen nodig is dat hij misschien op een gegeven moment weg moet. Ja, ja, oké, maar het was toch niet alleen maar zo dat hij het vertrouwen in het aandeel heel erg heeft opgeblazen. Dat bleek uiteindelijk ook uit allerlei onderzoeken. Het hele traject van zo'n medicijn naar de markt brengen, dat ging van fase 1 naar fase 2 naar fase 3. En dat leek allemaal goed te gaan. Tot de laatste woorden. Dus daarom zeg ik ook, kan moeilijk inschatten of hij nou overenthousiast was of dat hij gewoon 3 keer in die derde fase, hè, die finale fase, dan pech heeft gehad. Vind ik moeilijk, maar misschien maakt het voor het vertrouwen niet eens zo heel veel uit of wat nou waar is. Mm-hmm. Op een gegeven moment kleeft dat aan je, hè, zo'n beeld. Dat is natuurlijk niet fijn en begrijp ik best dat ze een nieuw gezicht willen. Ja, wordt het enthousiasme voor het fonds Galapagos wat minder, Koen? Wat zeg je? Ja, het wordt natuurlijk steeds moeilijker, hè, en het wordt natuurlijk steeds moeilijker om hier nog iets van te maken. Want al die teleurstellingen op een rij. Nou, op enig moment zal Gilead ook gaan kijken naar de kleine lettertjes van het contract. En zeggen van ja, we hebben daar 5 miljard gestald. Maar gaat dat nog goed komen? Nou, waarschijnlijk niet. Dus blijven we die 5 miljard daar stallen. Dat kon nog wel eens een juridisch gevecht gaan worden in de nasleep van het vertrek van der Stolpen. En ja, wat er moet gaan komen van Galapagos. Dit geeft in ieder geval aan dat het heel erg lastig is om over een hele lange termijn een succesvol bedrijf te blijven runnen in deze sector. Oké. Autofabrikanten, Koen, wou ik even bij jou leggen. Wijken uit naar het oosten. Porsche wil in Maleisië gaan produceren. Ja, Porsche tot nu toe altijd made in Germany. Dat grote kwaliteitsmerk en een label erop. Iconische merk. Maakt nu de stap naar Maleisië. En dat is op zich natuurlijk wel verwonderlijk. Hun grootste afzetmarkt is China. Daar willen ze niet gaan produceren. Ze willen wel, ze hebben er wel een soort van laboratorium om te kijken hoe ze die Chinese consument het beste kunnen triggeren. Maar nu is de keuze gevallen op Maleisië. En dat lijkt vooral belastinggedreven te zijn. De invoerrechten voor buitenlandse auto's in Maleisië is enorm hoog. Daar kost een Porsche gewoon 2 keer zoveel als in Europa. Gewoon puur vanwege heffingen die erop zitten. En door lokaal te gaan produceren, vermijd je die heffingen. En kan je natuurlijk ook een hele mooie hub gaan vormen naar de rest van Azië. Dus de productie voor Azië gaat waarschijnlijk verplaatsen van Stuttgart naar de omgeving van Maleisië, Kuala Lumpur. Wellicht dat daar ook een testcircuit gaat komen. Wie weet, Hans, hiermee voorkom je als autofabrikant natuurlijk ook het gesleep met grondstoffen en halffabrikaten. En transportkosten zijn hoog tegenwoordig. Ja, nee, dat zou mooi zijn. Ik heb alleen begrepen dat het puur voor de Maleisische markt is. Dus dat lijkt me niet een heel groot aandeel.
En of het een hub wordt voor de rest van Azië. Dat dacht ik dat vanuit China wat nog moet gaan gebeuren. Misschien ooit. Maar voorlopig alleen voor mijn lijstje. Dus zo heel groot is dit volgens mij ook weer niet. Maar toch leuk dat ze een keer buiten Duitsland zoeken. Oké, laten we even naar de recordjachten kijken. Amsterdam gisteren weer op record 789. En Koen, de Nasdaq al 7 maanden op rij. Winst. Ja, absoluut een mooie zegenreeks die we daar gezien hebben. Dus het hele beurswijsheid, sell in May and go away and remember to come back in September. Ja, dan heb je een hele mooie recordreeks gemist. Het is natuurlijk gedreven door een combinatie van goede cijfers, nieuwe beursintroducties, maar ook de lage rente van de Fed. Waar ja, na Jackson Hole nog even de verzekering ook gekomen is van Powell dat die rente, als die verhoogd wordt, in hele kleine stapjes verhoogd gaat worden. Dus dat geeft beleggers ruimte om toch nog aandelen te blijven kopen. Nieuwe records dus. Ja, niet alleen tech, Hans. Nee, alles doet het goed. Maar die lage rente, die dus nog langer laag blijft, die geeft vooral tech natuurlijk wind in de rug. Hè, omdat de winsten verder weg liggen, die gaan nog stijgen. Dus de contante waarde daarvan is extra hoog voor tech. En ik zei het gisteren ook al, als je een dividendstroom hebt of een winststroom, of je nou heel ver weg is of dichtbij, als je deelt door nul, is de waardering in principe oneindig. Dus we kunnen nog wel even. Wat betekent dat voor Amsterdam vandaag? Nou, hoger straks in ieder geval. Ja, we gaan weer omhoog. En vooral tech zal het goed doen. Gisteren zelfs Just Eat Takeaway omhoog. Nou, dan weet je het wel. Ja. Dat was het echt een mooie dag. Wat voor dag ga jij beleven, Koen? Nou ja, we kijken natuurlijk naar wat er om ons heen gebeurt in Europa. In Nederland zullen we inderdaad wel nieuwe records zien. Maar die zien we ook komen uit het Verre Oosten. Japan deed het goed. Toch nog wel een klein wolkje aan de lucht. Tencent meer dan 3% lager. Dus Prozis kan nog wel drukken op de AEX. En dat kwam omdat China de gaming aandelen onder de loep neemt die games voor kinderen produceren. Dus Tencent onder andere. Dat kan nog even een wolkje aan de blauwe hemel zijn. We zijn gewaarschuwd. Heren, dankjewel. Hans, spreken we weer zo meteen om 9 uur als de markt opent. Tot zo.